Je hebt de peilingen gezien, hè? daar hebben we van de week even samen naar zitten ja. kijken. Uh, de GroenLinks PvdA-combinatie doet het goed met 13. Ja, die doet het heel behoorlijk. VVD 15. Hoewel ze overal verschillend op die lijsten staan, als ik het wel heb. Ja, maar telt uiteindelijk wat ze samen hebben ja, Oké, okay. laten, laten we hopen dat dit effect uh, inderdaad zodanig is dat, dat ook die dierenpartij. Ik bedoel, die, die, hoe heet dat? Sympathieke gezelschap. Nou, uh, van mevrouw Hamt die weer terug is. Laat hij zich daar ook bij aansluiten. Zo verschillend zijn die standpunten niet. Hey, dit is toch allemaal de politiek van het kleine verschil. Hey, waarbij het kleine verschil eigenlijk een veel ernstiger zaak blijkt te zijn dan, dan de grote basisvraagstukken van onze samenleving. Dat hmm. was in de studentenpolitiek ook. Het ging ook altijd over het kleine verschil. Hey, het ging niet over structurele basisgegevens, maar over allerlei slap gelul. Ik zwijg nog van. Niet waar, de, 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 de persoonlijke, het persoonlijke aspect van politiek, waar je sowieso niet te veel op moet letten. Wat me trouwens bij die peilingen opviel, is dat D66 kleiner wordt. Dus de, waarschijnlijk... ja, ja, je zit in de regering. Je weet, als je in de regering zit, met de uitzondering van de VVD, word je kleiner. Het is altijd een offer. Meeregeren met de VVD is een offer. Ja, of je kunt zeggen, de linkse D66-stemmer gaat ook naar GroenLinks P. Want... Nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, omdat daar natuurlijk wel een zekere overlap is. Ik heb landelijk D66 gestemd, om redenen die ik helder heb uitgelegd, hoop ik. En ik zal nu bij een provinciale staat op die combi stemmen, ja. Mm. Het moet wel waargemaakt worden nu. Maar goed, we hebben van de week een, een vriendin van jou gesproken die zegt: achter de schermen zijn allemaal contracten getekend tussen PvdA en GroenLinks, waardoor ze dus ook echt die samenwerking. Ja, nou, aangaan. precies, laten we dat dan doen. En laten ze ook proberen om die samenwerking nog meer vorm te geven door andere, potentieel of in feite linkse partijen daarbij te betrekken. Mm. Nogmaals, ik ben geen liefhebber van de politiek van het kleine verschil. Maar eerst moeten ze winnen. Dus eerst ja, moet jij... dan moeten we wel natuurlijk scoren. Dus het moet duidelijk zijn dat de samenwerking iets oplevert.